Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom vanaf een prachtige plek. Ik ben in de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Haag met dit prachtige instrument waar ik 2 online concerten op ga geven vanavond en volgende week. En dat concert wordt mogelijk gemaakt door Valster en de Jong Metaalbewerking uit Gouda in de persoon van Bram Valster. Heel erg bedankt daarvoor en van harte bij iedereen aanbevolen. Ik ga beginnen. Eigenlijk is het een programma met verzoeknummers van Bram Valster en zijn familie. En ik ga beginnen met een prachtig thema uit een tv-serie van vroeger, toen het nog zwart-wit was, De Fabriek. En we vallen eigenlijk een soort meteen met de deur in huis met het volle orgel van de Lutherse Kerk. Ik word terzijde gestaan door Hanno Bos, dus de klankkleuren, ook dat komt zeker goed. Gaat u ervan genieten, Lutherse Kerk Den Haag. Fraai orgel natuurlijk in het volle werk, maar zeker ook in de prachtige uitkomende stemmen. En in het volgende stuk wat ik voor jullie ga spelen, komt dat zeker naar voren en tot zijn recht. Ik ga spelen, ook weer op speciaal verzoek, de air van Bach. Ook al bekend als de aria op de G-snaar. En heb je op dit orgel een van de mooiste vox humana's die er is. Vox humana betekent letterlijk menselijke stem. En het is inderdaad ook echt alsof er iemand aan het zingen is. Op het derde klavier gebruik ik uitkomend de Vox Humana. En op het rugwerk gebruik ik de sesquialter. Ook heel erg mooi. Geniet van de air van Johann Sebastian Bach zelf.
Ja, en dat was dus de prachtige air van Bach. En wat was dat mooi, die Vox Humana. En dan die sesquialter op het rugwerk. En nu gaan we naar een oorspronkelijk koorstuk wat uit Amerika komt. God and God Alone. God en God alleen. En eigenlijk komt dat op zo'n zangrijk orgel ook wel heel goed tot zijn recht. Normaal gesproken begint het met een solist. Maar ik heb al gevraagd aan Hanno, wil jij het zingen? Maar hij zegt, dat doe ik niet. Dus daarom gebruik ik maar het orgel met de uitkomende stemmen op het rugwerk. En op een gegeven moment bouwt het op en bouwt het op en bouwt het op. En eindigen we voluit in het prachtige refrein van God en God alleen. God and God alone.
Ja, wat een prachtige opbouw. En eigenlijk heb je dan nog niet eens het volle orgel, zoals we vanavond mee begonnen. Maar het hoofdwerk en bovenwerk vol. En dan krijg je die prachtige, ja, koorachtige klank, die orkestrale klank van dit orgel. God and God Alone. En nu My Way. En dan gaat u luisteren naar die prachtige strijkertjes, die kleine knopjes die hier boven de klavieren zitten. Ja, dat is eigenlijk de zwelkast waar het orgel eigenlijk ook wel heel erg beroemd om is geworden. Heel verstild, heel zacht en dan een uitkomende stem, maar één stemmetje op het rugwerk, de holpijp. Ik weet nog dat ik hier vroeger ging luisteren bij Klaas Jan Mulder en Sander van Marion, die speelde hier ook vaak. En dan gebruikte die ook die prachtige registraties van die kleine registertjes die later zijn bijgebouwd. Geniet u van My Way.
Ja, wat een prachtig thema, hè, My Way. En dan met die strijkertjes in die zwelkast en dan die verstilling. Prachtig. Om even tot rust te komen. En eigenlijk gaan we daar nog even mee door. Want op speciaal verzoek ook van Bram Valster. Nu de improvisatie over Ik kom in uw heiligdom binnen. En ook daarbij speelt de Vox Humana, denk ik, Hanno. Ah, oh ja, de Nazar Drievoet. Een uitkomende stem op het derde klavier en een andere uitkomende stem op het rugwerk. Dat is de flageolet en die gebruikte Sander van Marion. Die was daar volgens mij altijd verliefd op vroeger. Ik kom in uw heiligdom binnen, een aria uit Opwekking. Naar deze prachtige verstilling gaan we nu langzaam maar zeker weer opbouwen. En dat doen we met een heel bekend liedje uit de bundel van Hanna Lam en Wim ter Burg. Alles wordt nieuw. Jozef zoekt zijn grote broers
alle 10 zijn ze jaloers. En dat ging allemaal niet zomaar zonder slag of stoot. Dat hoor je ook terug in de muziek. Op een gegeven moment begint je hoort het liedje en dan hoor je die mooie melodie. En op een gegeven moment gaat hij naar mineur. En dan bouwt hij uiteindelijk toch weer op naar het volle orgel in een improvisatie. Wat lichtvoetig allemaal over Jozef zoekt zijn grote broers. Wat ons brengt bij een improvisatie over misschien wel de meest gezongen en gespeelde psalm 42. Ook weer op speciaal verzoek van Bram Valster. Het mooie van 42 vind ik altijd dat je, ja, je begint met een koraalbewerking. Eigenlijk een rustpunt. En dan op een gegeven moment gaat het natuurlijk allemaal niet vanzelf, hè, als je die tekst leest van psalm 42. Maar uiteindelijk komen we terecht in maar de Heer zal uitkomst geven, wat er ook gebeurt. En dan gaan alle registers open. Psalm 42. Thank you.
Ja, dit was het volle werk van het prachtige Lutherse kerkorgel. We gaan het programma besluiten met een bede, ook weer een psalm. Een improvisatie over psalm 121. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, maar ook de Heer zal u steeds gadeslaan. En dan ga ik nog één keer terug naar die prachtige registratie met die strijkers op het derde klavier, die kleine knopjes waar we het over hadden. En dan die mooie fluit op het rugwerk, de holpijp, als uitkomende stem. En dan eindigen we eigenlijk een soort met een moment van verstilling. Psalm 121 als slot van dit programma.
Ja, met deze prachtige klanken van het Lutherse kerkorgel komen we aan het eind van het eerste programma vanuit de Lutherse kerk in Den Haag. Volgende week zijn we er weer. En alles is dankzij Valster en de Jong metaalbewerking uit Gouda tot stand gekomen. Van harte aanbevolen. Toch fijn dat er bedrijven zijn die vanuit die mogelijkheid dit soort evenementen ondersteunen. Waarvoor hartelijk dank. Bedankt voor het kijken. Morgen een goede zondag. Hartelijk dank ook aan Wim de Penning voor het beeld en geluid. En aan Hanno Bos voor het registreren. Heel graag tot volgende week. En ik eindig weer met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar.